Na afloop van het Oerolfestival ontstond bij veel mensen de wens om door te gaan met de vlogreeks. Niet alleen over het Oerolfestival, maar over gewoon ja, allemaal activiteiten waar Omroep Zilt bij betrokken is. En daarom vandaag deze eerste vlog na Oerol over de vreule in het altijd pittoreske Wommels. Je deed nou makkelijk werk? Volgens mij. Ik gewoon goed opletten. Ben je nou van het Rode Kruis of van de EHBO? Hoe werkt dat, Craig? Moet nou eens kijken wat daarop staat. Ja, het Rode Kruis, maar wat doe je hem dan? EHBO. Ik ben natuurlijk geen sportverslaggever, laat staan een kaatsverslaggever. Dus ik doe enkel verslag van alles wat er omheen gebeurt, want ja, ik snap er de ballen niet van. Heb ik er nog koffie voor al die meisken? Ja, wij hebben nu krijg weer 20 liter kriën, dus we kunnen allemaal weer fruiten. Wat is de functie van een controleur? Mijn functie? Alleen een beetje bandjes om te doen, voor de rest net volle. Wel een leuke dij dan, of niet? Zeker, was ook niet, hè? Nog heeft niet eens een bandje. Zie je, dat wordt zo. Oh. En wat kan ik hier nog mij? Ik kan er hier uit. Ik ben al binnen. Oh, zie je? Maar hier is net een bandje. Via de achterdoor. Oh, bleek. Snap je wel hoe het werkt? Nee. Kaatsen, balletje, slaan, nee. Ja, ik begin iets te begrijpen, maar jij kan het me vast in één woord uitleggen. Prachtig, prachtig. Ja, even schooft, ja. Ja, zeker. Je bent de keertsverslagjouwer van Omroep Zilt. Ja, dat klopt. Keertsverslagjouwer. Ik krijg, heb ik op mijn bijfilm zitten. Ik ga nu in pauze en ik ga naast mijn Hans Pelkens ga ik verder op de hoofdtribune. Wat ben je dan van? Blikjes inleveren. Voor statiehield? Ja. Nou, dat is wel aardig wat voelen. Ja, ja. Ja, we ben je live op radio of van momenteel en vanaf 3 uur op televisie. Ik mag graag commentaar leveren hier. Ja. Toen jij met Jan-Willem van Beem, dat is wel bijzonder trouwens, want Jan-Willem van Beem, zijn zoon zit bij het favoriete tour in Droriep. Neem zin in de rij voor de koffie? Ja, nou, een kopje sap dacht ik. Oh, echt lekker. Ja, zeker. Broodje, hey. Komen we wel verder, no? De dag die rent hartstikke goed, dus dat komt helemaal mooi. Het waar, dat kent het beter, dus... We treffen het enorm. Ja, het draait net en het is net de heat. Nou, en het wordt net meer, dus het is een fantastisch keertsvaar. En mooi 38 patoeren op de lijst en jonge keertsjes, nou dan is het gaat helemaal goed. Is dit nou leuker dan de PC? Ik ga eigenlijk nooit naar de PC. Oh, waarom net? Ik heb er 1 keer geweest en ik vond het meer een grote reunie. Dan dat mensen van het keertsen gaan. Ik heb gelijk patuuren stiens bij wijze spreken, maar het was kwal jongens daar. Geweldig goed die stien, de keertsen, vriendjes. Ja, 4 of 5 of 6 gelijk langs de draal, maar ja, het is ja, genieten.